Welkom bij deze video over eigenwaardeproblemen. Eigenwaardeproblemen bestaan eruit dat je van een gegeven matrix eigenwaarden en eigen vectoren wilt bepalen. Nou, voordat we gaan kijken naar numerieke methoden om eigenwaarden en eigen vectoren te vinden van een matrix, wil ik eerst in deze video een paar voorbeelden laten zien waarom dit soort problemen belangrijk zijn. Dus waar kun je het toepassen en daar kun je vrije voorbeelden van geven. En in deze video wil ik er graag twee laten zien. Eentje is hoe je geluid zichtbaar kunt maken en dat berust op eigenwaarde vinden. En het andere is een bekend voorbeeld van een Amerikaanse brug die is ingestort door problemen met trillingen. Onze eigen Erasmusbrug in Rotterdam had toen hij net gebouwd was soortgelijke problemen met trillingen. Allereerst geluid zichtbaar maken. Als je denkt aan geluid, de beschrijving daarvan in natuurkunde of met wiskundige vergelijkingen is dat je trillingen hebt in de lucht. Dus als ik praat, dan breng ik lucht in trilling. Dat verplaatst zich door de lucht. En als we bij elkaar zouden zijn in een zaal, dan bereiken die trillingen je oor. En vervolgens zet dat oor je weer om in iets wat je kunt begrijpen. Als je aan muziekinstrumenten denkt, dan wordt dus altijd op de een of andere manier lucht in trilling gebracht. Dus het zijn fluctuaties in luchtdruk. Dus je hebt snaarinstrumenten waarbij dat gebeurt. Het kan ook zijn dat je een membraan hebt dat je aan het trillen brengt. Of bijvoorbeeld een stemvork. En hier staan een aantal voorbeelden waarbij dat gebeurt. En Ernst Gladny is iemand die voor het eerst experimenteerde om te kijken of hij dat zichtbaar kon maken. Dus wat hij deed, is dat hij een plaat had. En die plaat die had hij hier in het midden vastgemaakt. Hij strooide daar zand overheen en hij bracht de plaat met een vioolstok in trilling. Dus hij gaat over die plaat, waardoor die gaat trillen. En dan bij bepaalde frequenties gebeurt het zo dat dat zand op sommige plaatsen blijft liggen en op andere wordt weggetrild. Het idee is, eendimensionaal, als je een snaar hebt die aan de eindpunten vasthoudt, en als die gaat trillen bij een bepaalde eigen frequentie, dan zijn er punten in de snaar die op hun plek blijven zitten. Buiken, je buiken en knopen. Dus een snaar kan één boog hebben en dat gaat de hele tijd zo heen en weer bij een staande golf. Of hij kan twee buiken hebben en in het midden één knoop. Die knoop die heeft geen uitwijking, die blijft in rust. Bij een plaat heb je geen knopen, nodes in het Engels, maar je hebt nodal lines. Dus je hebt hele lijnen van de plaat waarbij de uitwijking nul is, de verticale uitwijking. En op andere plaatsen heb je juist een maximale uitwijking en daar wordt het zand weggegooid. En op de nodal lines, de knooplijnen, blijft het zand liggen. Dus Gladny deed dat met de hand en hij maakte dit soort tekeningen, waarbij je dus een vierkant plaatje ziet en je ziet dat blijkbaar hier en hier heb je nodal lines lopen of hier en hier bij een andere frequentie. Of je ziet hier dat je nog meer van die nodal lines krijgt, ook in de hoeken erbij. En hoe hoger de frequentie is waar die plaat mee trilt, hoe ingewikkelder de patronen gaan worden. En je kunt dus ook dit soort ronde vormen gaan krijgen. De frequenties waarbij zo'n plaat gaat trillen, kun je relateren aan de eigenwaarde van een matrix als je dit probleem wiskundig beschrijft. Nou, dat voert hier te ver. Maar je kunt dan dit soort dingen wel uitrekenen. Dus wat je hier ziet, de onderste, zijn het resultaat van numerieke simulaties die ik in MATLAB gedaan heb. En dan geven zwart en wit regio's aan waarbij je grotere uitwijkingen hebt. Dus de mate van witheid, zwartheid geeft aan hoe ver de uitwijking is, hoe groot de amplitude van de uitwijking is. En de rode lijnen die ik getekend heb, dat zijn knooplijnen. En je ziet dat die goed met elkaar in overeenstemming zijn. Er is ook een moderne versie van de experimenten van Gladny. En ik heb hier een link geplaatst naar een video. Ik zal hem nu niet afspelen, want je kunt hem zelf op YouTube bekijken. Maar wat ze hier gedaan hebben, is dus inderdaad ook een plaat die in het midden vast zit, waar iets overheen gestrooid wordt van zout of zand. En die worden met een luidspreker in trilling gebracht. En bij bepaalde frequenties zie je dus ook hele mooie patronen ontstaan. En hier op deze website, de link staat in de PDF van de slides, daar zie je nog wat meer informatie over dit experiment. Dit experiment heb ik ook in MATLAB nagedaan. En je ziet dus dat je inderdaad de patronen die in het zand op de plaat ontstaan, gewoon kunt uitrekenen door een eigenwaardeprobleem op te lossen.
Een ander voorbeeld, en dit is ook een link naar een YouTube-video die ik nu niet zal spelen, maar dit is een brug in Amerika. Een van de eerste bruggen die gebouwd werd met een lichtere constructie. Dus bruggen waren traditioneel heel zwaar en lomp en heel veel massa erin. En op het moment dat ze lichtere materialen gingen gebruiken, moest je er ineens rekening mee houden dat zo'n brug ook kon gaan trillen. Dus dat een brug zich ging gedragen, gewoon omdat die heel erg lang en heel erg dun was, alsof het een plaat is die aan het trillen is. En deze brug hier, Tacoma Narrows Bridge, die ging bij bepaalde windkrachten echt enorm heen en weer zwieberen. En uiteindelijk is hij ook helemaal ingestort. En dat laten ze in deze video heel erg mooi zien. Dus ik raad hem zeker aan, ik ga hem nu niet afspelen. Dus wat we gezien hebben is dat je geluid zichtbaar kunt maken door wiskundig eigenwaardeproblemen op te lossen. En dat je op eenzelfde manier kunt kijken naar hoe een brug zich gedraagt bij sterke wind als je een lichte constructie hebt. Allemaal eigenwaardeproblemen bij bepaalde frequenties gaan die dingen heel erg trillen. Nou, we gaan verder kijken naar eigenwaardeproblemen en naar numerieke methoden, hoe je eigenwaarden en eigen vectoren van een matrix kunt vinden in de volgende video's. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.